De Stad Zaterdag is niet zomaar een dag vol disco. De Stad Zaterdag. Een uitgekiend programma vol muziek afgestemd op jonge, dynamische luisteraars zoals jij. Herken jezelf. Luister Stad op Zaterdag. Niet zomaar een dag vol disco. Van 12 tot 3 op Stad Den Haag, de beste Italo's. Die bent hier het Zuro. Die bent hier het Zuro. Kunnen we dan zeggen dat we geopend zijn natuurlijk met een klassieker van jewelse, de People from Ibiza van Sandy Martin. Gisteravond nog in de remix op de radio geweest als je geluisterd hebt. En dat heb je natuurlijk. En je blijft bij ons tot aan zondagavond. Stad Den Haag mogen we nu ook zeggen. Dus we gaan door met een plaat die in 1986 door Eventi als eerste is opgepikt. En pas later in de nationale hitlijst is gekomen. Dat vinden we natuurlijk ontzettend leuk. Hij kwam toen binnen in lijst nummer 16. Dat hebben we voor je opgezocht. Hij kwam nieuw op nummer 19. Best een beetje voorzichtig eigenlijk. Het moet dan zijn Mattia Bazzar en I Feel Your Ticento. Radio Stad Den Haag. Betekent vele voordeelaanbiedingen. Reden om te komen kijken in de Nieuwstraat 115. Getaway met vele merken, onder andere Moustache, Martelmot, Edwin en natuurlijk de sportswear van Getaway. Getaway, Nieuwstraat 115. Je krijgt je kleding haast voor niets meer. Vind ik ongelooflijk gaaf. En niet hetzelfde sfeertje hoort natuurlijk ook een van de allereerste brieven die ik heb gekregen toen van fans. Toen we begonnen waren met Eventi d'Azzurro. Notabene de eerste brief die ik gekregen heb was van Peter Brinkhoff en van Michael Halve uit Delft. Ja. Dus als die nu luisteren gaat er ook een heel erg vak met herinneringen weer open, denk ik. Met deze nogmaals bedankt trouwens aan alle fans die ons jarenlang trouw gebleven zijn. Maar die in grote getalen in 86 zeer zeker ook rondom Stad Den Haag zijn gaan scharen. En die altijd de Eventi-lijsten gevolgd hebben. We hebben op het hoogtepunt van Eventi hebben meer dan 2000 lijsten gemaakt om te verspreiden. En dat vinden we natuurlijk geweldig. Ja, deze. Fantastisch. Ja, deze in 83. Nou, toen was Eventi wel niet zo groot. Natuurlijk van Dr. Scat, Feel the Drive. Die geeft wel een hele bijzondere periode aan. Want toen luisterden we allemaal met speciale radio's en speciale zenders ook naar al die radiostations die iets speciaals te brengen hadden. De disco-tijd uit het begin van de jaren 80. Zeer zeker ook uit Italië met heftige synthesizers aanwezig. En bij deze uitzending mag natuurlijk zo'n plaat als van Dr. Scat niet ontbreken. Feel the Drive. Drive. You must feel the drive.
geeft voor jouw reactie uiteraard op het hele classic gebeuren wat we aan je presenteren. Tot en met zondagavond met een grandioze afsluiter, zo heb ik me laten vertellen. Absoluut. Verrassend zal het in ieder geval zijn. Misschien wat minder verrassend dat deze plaat ook in de collectie zit. Want ja, als je zo door je bakken gaat en je wil een beetje een overzicht geven van hits die bepalend zijn geweest voor het Radio Stadgeluid. En ook nog ver daarna in diverse archieven bij mensen thuis misschien. Persoonlijke bandjes of plaatverzamelingen. Dan mag deze plaat niet ontbreken. Eind 85 is die in Italië uitgebracht als sigla, als herkenningsmelodie van het DJ Television programma van Claudio Cecchetto. Overigens, onze apparatuur hier ook heeft zeer wel te maken ook met dat Italiaanse gebeuren. Maar deze stond op nummer 1 in de derde Eventidaturo-lijst die we hebben uitgebracht. Kwam toen van 4 en heeft het toen nog wekenlang volgehouden in de lijst ook. En wat dat betreft dus met recht een gouden oude Den Haag, Stad Den Haag klassieker. Radio. Het Radio Stad Den Haag weekend op Energy. Energy. Eventi d'Azzurro. De Stad Zaterdag is niet zomaar een dag vol disco. De Stad Zaterdag, een uitgekiend programma vol muziek afgestemd op jonge dynamische luisteraars zoals jij. Herken jezelf. Luister Stad op zaterdag. Niet zomaar een dag vol disco.
zoals je misschien kunt verwachten als we met meerdere mensen in de studio zijn, is het leuk ook dat zij gewoon een greep kunnen doen in de bak. Want wat Herman betreft, wat mij betreft, het zijn allemaal klappers die we hebben meegenomen. En dus kunnen we zeggen, laat ook een ander eens een keer gewoon een blinde greep doen. Of een welbewuste keuze. En dan krijg je dit soort platen ook die van bijvoorbeeld Max Him in de, ja, op de draaitafel terechtkomen. En dus in de uitzending zitten. Overigens, Japanese Girl ging hier aan vooraf. En die kwam toen in week 46 in 1985 nieuw binnen op 18. En die stond nog op 1 ook zelfs in 1986 de eerste event die lijkt. Off the Wall voor de exclusieve handgemaakte Ventures uit Amerika. Geblokt, gestreept en in alle kleuren. Off the Wall voor onwijze rollerskates. Nu Suede rollerskates, $230. Off the Wall ook voor sportswear van onder meer Spin Dizzy en het eigen merk. Plus een nieuwe garage, glijden over het water met een surfdisc. Ga uit je bol bij Off the Wall. Nu ook in de Nieuwstraat naast Getaway. Telefoon 644-775. Off the Wall. Radio. En dan is dit een van de musts ook die je bij moet hebben als het gaat om de allereerste disco dance perikelen in een speciaalzaak kunnen aanschaffen en dan in etalage zien dat die plaat is geadverteerd, zeg maar, als de plaat met het fluitje. In grote dansgelegenheden in Den Haag en omstreken werd hij ook altijd zo op die manier aangekondigd en iedereen ging er vanuit zijn bol, om het zo maar eens even in de 80er uitdrukking nog even te zeggen ook. Dan is het niet anders dan uiteraard een 82er op het Il Discotto, het Il Disc record label, Gary Lowe. Even zeggen, ja, dus dat de plaat eigenlijk een van de eerste gave producties is geweest waar Ramon met zijn vingers aan gezeten heeft. En dat we met heel veel genoegen terugkijken op het project van de Caesars Dancers met de Chinese Bang. Dus waarin speciaal bedankt wordt Marcello's Eventi Datsuda, maar dat ligt dan voor de hand. Maar ook Guido Lanteri en Gianni De Marin in Italië. Maar zeer zeker ook Ramon Roelofs en Wolfgang Dumaniet. En dat vinden we fantastisch om nu te kunnen draaien in de uitzending met die grote terugblikken. Je luistert naar de 106.3 en uiteraard anders ook nog het stadgevoel van 97.2. Natuurlijk een betere LP komen, maar... Maar die is er nog niet. Die is er nog niet, vandaag. Want die is er namelijk alle nummers op één goed. Ja. Ja. Maar het is weer tijd geworden voor een cassette TP, voor een briefje. En de cassette van Ramon Roelof, Zweeshuisweg nummer 4 in Den Haag woont hij. Hij schrijft, hallo Lex en Michiel, ik ben een zeer grote freak van jouw non-stops. En het programma Dusko. Natuurlijk luister ik dan ook altijd als iemand een mix heeft opgestuurd. Al ben ik niet zo rijk aan nieuwe platen, heb ik toch geprobeerd een leuke mix en een leuke remix te maken. Allereerst heb ik in... Wacht even hoor. Heb ik in de mix 23 platen verwerkt en plus minus 66 knips gepleegd. De meeste platen zijn zomerhits en daarom heet de mix dan ook Don't Stop the Summer Times. De tweede heeft hij een remix gemaakt van Touch of Grass. Keep on Dancing uit mei 1984, dat is dus precies een jaar, ja, kan je wel stellen, een jaar geleden. Waarom zijn oude plaat, zul je zeggen? Nou, gewoon om de dood eenvoudige reden dat het zo'n goede plaat is. En hij weet haast wel zeker dat als deze opnieuw in remix wordt uitgebracht, dat het dan zeker een hit zal worden. De mix die we gaan draaien, die duurt 11 minuten 28. En de remix, die draaien we denk ik straks ook nog even, die duurt 4 minuten 35. Ja. Hij schrijft, ik hoop dat je allebei wilt draaien en dat het bandje van draaibare kwaliteit is. Nou, Ramon, we gaan eens luisteren. Ja, nou, we gaan luisteren of die van draaibare kwaliteit is. Dan zullen we deze knop indrukken en dan komt die mix van Ramon Roelofs. Die Venti d'Azzurro.
Door mensen die gebeld hebben van, kun je die van de Nero draaien of die? Het maakt eigenlijk niet uit, het zijn allemaal klappers geweest. Dus voor Den Haag een belangrijke artiest. Zeer zeker. I'm
loopt iedere keer rood aan en dan moeten we maar een keuze maken en hopen dat mensen op blijven hangen. Maar we gaan door met de platen, want uiteindelijk we zitten hier voor de muziek en niet alleen maar voor de klets. We gaan met een verzoekje gaan we verder van, nou, Ronald Paagman hebben we begrepen, dus die staat op papier. En hij vroeg eigenlijk iets aan, nou doe maar iets van Valerie Doorn dan. Maar dan hadden we It's So Easy al gedraaid. En dan heb ik toch een verrassing in de bak nog bij me, namelijk uit 1990. Een Valerie Doorn plaat onder de naam van Suzanne Mills en het heet Forever. Die hun telefoonnummer in het begin niet hebben opgegeven, moeten dat zeker opnieuw doen om toch eventjes in aanmerking te kunnen komen voor die hele gave prijzen. 06-300-425. Ook als je al gebeld hebt, dus graag nog even terugbellen. En verder de nieuwe bellers uiteraard noteren we meteen alle gegevens. Dus moet je even geduld hebben als je in de wacht staat. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Al zie ik de zon in je ogen schijnen. Ik weet niet wie je bent. Je lachend gezicht geeft me toch het gevoel dat jij me ergens van kent. Als woorden te veel tijd gaan bergen, waar je jezelf niet wilt verbergen, dan leef je met Folks en Folks met jou. Folks, fashion als jouw leven. Radio Stad Den Haag, 972 Stad Den Haag. Om te wie
open gezet, om bijna tot het gaatje gedraaid. Dus op verzoek de Koto-plaat. Het wordt nog eigenlijk moeilijk kiezen met de platen die we nog in voorraad hebben. Want we hebben wel een kist vol, maar we hebben niet zoveel tijd meer. Dus mogelijk 3 uur vliegen dan voorbij. Ja, dat krijgen we echt nooit voor elkaar al die platen te draaien. We moeten nu een hele verstandige keuze gaan maken en we hopen dat we de goede keuze maken. In ieder geval hebben we nu een plaat scherp staan die betekenend is geweest, zeg maar, in de begin 86 tijd. Toen het een ongelofelijke boom was van Italo-platen en die redelijk goed, om maar een understatement te gebruiken, verkocht werden in Den Haag en de omgeving ook. Deze was een van de allergrootste klappers van toen. Baby Doll, Premier Nobel. Oh ja, spijkerbroekje, shirtje of zo. Ah, dat zie ik nog wel. Ik ga wel even naar Flashing Jeans, daar slaag ik altijd. Flashing Jeans? Oh, maar dan ga ik mooi mee. Even wat voor mezelf uitzoeken. Flashing Jeans, jonge vrije tijdsmode vanaf maat 140. Van alle bekende merken, zoals Getaway, Ball, Edwin, Levi's, Fong Leng en Tripper. De grootste collectie tegen aantrekkelijke prijzen. Winkelcentrum in de Boogaard, J16 Rijswijk. Vrije tijdsmode. Flashing Jeans. Het is geen einde voor wat betreft de gouden sound die nog bij is tot zondagavond. Dus tot laat. En dan is iedereen ook weer verenigd, heb ik begrepen, ook in dit pand hier zo. Dus heel veel plezier. Straks ook met de flitsende. Een uniek overzicht wat je gaat krijgen ook uit de oude doos. Met de oude platen uiteraard, want daar gaat het om. Met Mike en met wie al niet meer ook. De overzichten zijn mij eventjes nu duizend opdoning welke oude jobs allemaal nog voorbij komen. Maar in ieder geval, het zijn ze vrijwel allemaal die nog de programma's gaan presenteren. Dan wel non-stop, Elfijn. Noem maar op. Bedankt voor het luisteren naar de Italo Classics, wat mij betreft, van Marcello. En bedankt het team dat achter mij staat. Maar zeker het Stad Den Haag team en Energy team van nu. Bedankt. Ciao. Van